In RTL Late Night botsen oud-PvdA-leider Wouter Bos en CDA-leider Sybrand Buma. Bos vindt dat politici in debatten van twee walletjes proberen te eten door de afwezigheid van PVV-leider Geert Wilders. Je wil niet in het kamp, terechtkomen dat je zegt de islam, daar is iets mis mee. Maar je wil ook niet in het kamp terechtkomen waarbij kiezers die misschien naar Wilders gaan helemaal niet meer jou zien zitten als een redelijk alternatief voor Wilders. Ja. Wat je eigenlijk doet, hè, is in je verhaal islam en radicale islam bijna weer tot hetzelfde maken. Ja, wat natuurlijk een hele heel politiek. Nee, wat natuurlijk in hele opzichten precies het probleem is in het debat op dit moment. PvdA'er Sharon Dijksma zegt bij Pauw en Jinek dat zij bij de vorige kabinetsformatie de vrouwelijke touch miste. Ik denk wel dat het bij de afgelopen formatie uitgemaakt heeft dat er geen vrouw zat. Dat wil ik wel hier gezegd hebben. Want anders? Nou ja, omdat uiteindelijk dat is dan toch een testosteronclubje op zo'n moment, weet je? En Partij van de Dierenleider Marianne Thieme wordt aangevallen door een teleurgestelde stemmer. Nou, ik voel me ontzettend verraden. Mag ze rustig weten. Goedenavond. Misschien kan ik iets doen. U begint ineens over het feit dat het anti-kraakbeleid opgeheven moet worden. Dan denk ik, waar bent u nou mee bezig? Ik heb op de Dierenpartij gestemd. Ja. Marianne Thieme mag reageren, uiteraard. Ja, ik vind het heel jammer, want wat ons bindt natuurlijk is dat we op willen komen voor dieren, voor de natuur en voor het milieu. Heb jij een vraag voor Alexander Pechtold, dan kun je die nu zelf stellen. Want vanmiddag hier in de RTL Campagne Update is de lijsttrekker van D66 te gast. Je kunt die vraag stellen via Facebook of via Twitter @FritsWester. En wie weet, stel ik jouw vraag.